Mijn tip om het beursspel te winnen is een sprinter op rode Shell. Een sprinter omdat je wel met een hefboom moet werken om het beursspel te winnen. Je moet veel risico nemen. Rode Shell omdat het een groot oliebedrijf is en wij zijn positief over grote oliebedrijven. Omdat de olieprijs flink gestegen is en de koers van de bedrijven nog iets minder. Nou, een sprinter kan ik het beste uitleggen met een voorbeeld. Een sprinter is een hefboomproduct waarbij je met een kleine investering 1-op-1 meedoet met het aandeel. En stel je voor, het aandeel Rode Shell kost €28. Je koopt een sprinter met financieringsniveau 24, dan betaal je €4 voor de sprinter. Als het aandeel Shell €2 stijgt, stijgt de sprinter van 4 naar 6, dus maak je 50% rendement. Het aardige is, ook het dividend komt naar je toe. Het dividend is groter dan de financieringskosten, dus elk jaar als de koers stil blijft staan, verdien je automatisch €1,25 als het dividend in stand blijft. En daarnaast loop je natuurlijk wel risico, maar het product blijft zo lang in stand tot het zijn stop-losniveau raakt in een slecht geval. Dan ben je je geld kwijt. Oké, Bob, nou kom maar terug aan tafel. Bij gelijkblijvende koers wordt de sprinter dus meer waard, maar bij ex-dividend gaat die koers toch meestal naar beneden? Ja, maar dan gaat het financieringsniveau van de sprinter ook naar beneden. En wat nou als hij door die stoplosgrens zakt? Ja, dan ben je geld kwijt. Dan ben je de boel kwijt. De stoplos was hier in dit voorbeeld 25,5. Ja, laten we eens even kijken naar de koers van Shell over het afgelopen jaar. Hoppakee, ja. 25,5. Oeh, dat doet pijn, Bob. Ja, maar dus het is ook, hè, het is wat speculatiever dan gewoon het aandeel kopen. Maar je bent alles kwijt, hè, hier bij 25,50? Ja, dan als je uitgestopt wordt, ben je het kwijt. Ja. Maar bij deze olieprijzen, die in mijn ogen ook wel even hoog blijft voorlopig. Mm-hmm. Want er zijn heel weinig investeringen gedaan in nieuwe velden. Dus die olieprijs blijft in mijn ogen wel hoog. Dan is het nu redelijk veilig boven het stop-losniveau. Maar natuurlijk, hè, dat is het risico van een sprinter. Wat natuurlijk wel het aardige is. Je bent dan je investering kwijt. Maar je investering is natuurlijk veel minder dan het aandeel. Dus het geeft je ook nog een beetje discipline als je een belegger bent die heel slecht zijn verlies gaat nemen. Je bent niet altijd je hele investering kwijt. Hè? Nee, want als hij nog goed wordt afgewikkeld, krijg je de restwaarde terug. Tenzij je een sprinter, hoe heet dat? Best koopt bij jullie. Ja. Dan ben je help mij eventjes als onervaren belegger. Jullie hebben 42 sprinters long Shell. Welke moet ik dan nemen? Nou, dat hangt van de hefboom af die je wilt hebben. Deze heeft best wel een relatief grote hefboom. Maar ja, als je een sprinter met financieringsniveau 15 koopt bijvoorbeeld, dan betaal je dus wel €13 nu voor de sprinter. Maar doe je wel 1-op-1 mee met het aandeel. Maar de kans dat hij onder de 15 raakt, of stoploss zal dan 16,5 zijn, is natuurlijk veel geringer dan dat hij onder de 24 raakt. Die grafiek raakt. Heb ik even niet. Nou, als die grafiek nou had, dan zou je zien dat dat heb je 2009 stond hij voor mijn 16. Bob zei 25,50. Ja. Nou, Bob, daar zijn we. Kijk, ik vind wat Bob hier vertelt heel erg goed. En misschien soms wel jammer dat mensen dat niet vaker doen. Juist nu die rentekosten, die financieringskosten zo laag zijn. Mm. Enige nuance die ik wel zou willen maken is inderdaad, kies dan bijvoorbeeld de sprinter met die stoploss op 15, waarmee je de helft maar zelf betaalt. Ja, maar de opdracht was het beursspel winnen. Ja, dus dan wil je misschien toch wel dit is de tip van beursspel. Hiermee win je het beursspel niet, maar uiteindelijk win je privé wel. Okay. Ja, als je het beursspel wilt winnen, hè, dat zul je zien, degene die wint heeft heel veel risico genomen en wat geluk. Dus ja, dat moet je hebben. RTL Z Beurs Insight wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters.